Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zouden we niet naar een geweldige Dobrunetti gaan? Nou, dat kan, want ik zit vandaag met Rutu en hij gaat me daar alles over vertellen. What we need is a little Q-Time. Hi Rutu. Hey Jelena. How are you? Hi, fine, fine. Blij om hier te zijn. Ja, yeah, nou. Helemaal in de cozy stemming, ja, zo? Ja, helemaal. Zo, je bent bezig geweest, want er is Dobrunetti. Ja. So, tell me everything about it. Oké, de Dobrunetti's zijn zeker al bijna 20 jaar zijn we al bezig met de Dobrunetti. Ze zijn begonnen als hip-hop-avonden met een DJ. En toen dachten we van, hey, we moeten meer mensen proberen te krijgen, want niet iedereen is zo hip-hop-minded. En toen dachten we, nee. Laten we gaan kijken wat we met poetry, spoken word, zang en andere dingen kunnen doen. Zo zijn die avonden begonnen. Je weet, de mensen horen Dobro. Dus op een gegeven moment krijg je veel oudere mensen die komen. Maar de jongere mensen hadden op een gegeven moment wel door dat er leuke, frisse dingen kwamen. Niet alleen puur gewoon poema. Weet je, maar ook spoken word en dat kwam in. En mooie zangstukjes hadden we. En ook met rap. Weet je, want dat was ook zo een raasje. Nog steeds een raasje, hip-hop. En zo zijn we eigenlijk, zo heeft de avond eigenlijk vorm gekregen. Er zijn vele mensen die op die avonden ook hun bijdrage hebben geleverd. Mensen die nu hun eigen avonden hebben. Mensen zoals Sulile Blinker. En er zijn een paar andere artiesten die ontsproten zijn uit onze avonden. Benjamin Faya, Dominique Ravenberg. En we deden het altijd met een band. Veel muziek. Dus je moet proberen zo'n avond zo muzikaal mogelijk te maken. En dat brengt mensen, dat trekt mensen aan. Oké, want dan moet je even stappen, want het komt weer terug. Het is gestopt en nu heb je gezegd van het moet weer terugkomen. Ja, dus we zijn met de COVID waren we gestopt ermee. Maar na de COVID zochten we een manier om weer ermee te starten. En gelukkig in die periode van de COVID begonnen we met het restaureren van mijn ouderlijk huis. Misschien moet je even voor de mensen die niet weten wie je vader is, ja, even ook gewoon zeggen van, het is niet zomaar een route die hier zit, ja, hè? Ja. Nou, Dobro is mijn vader. Ja. En we hebben eigenlijk ons ouderlijk huis zijn we toen gaan restaureren. En daar hebben we Dobro Osso van gemaakt. En nu, we deden de Dobrunetti's altijd op andere plekken. Maar nu kunnen we in ons eigen huis, kunnen we het huis van Dobro, kunnen we de Dobrunetti's doen. We hebben intussen al eentje gehad vorig jaar, 2023. En dit jaar hebben we weer eentje in Dobro Osso. En we willen dat blijven herhalen. En dat is allemaal rond zijn jaardag. Dobro zou dit jaar 89 jaar oud worden. Dus ja. Aan het vieren. Het is toch het waard om het te vieren, ja. Definitely. Oké. Wat jullie toen deden, we zijn allemaal een stukje ouder. Iedereen is misschien het gelaten wat het is. Dus wie kan er nu meedoen? Of hebben jullie alle gewoon een line-up? Of kunnen mensen gewoon meekomen doen? Ons platform is open. We hebben een platform voor jongere artiesten. En we zoeken ze ook uit. En we proberen de jonge artiesten daar op die avond te krijgen. Ook jonge dichters en jonge spoken word artiesten. Vaak ook muzikanten. We hebben het voorlopig niet zo muzikaal. Dit keer hebben we gewoon een DJ erbij. Maar we willen weer teruggaan naar met live band. En weet je, de full experience weer aan toevoegen. Dus, maar we komen weer daar weer op.
Got it. Oké, nu weet wel dat iedereen mag meedoen. Wanneer is het evenement zelf? Want als iemand nu kijkt en denkt van oké, ik heb het. Jullie moeten het gewoon zien op de Brunetti. Wanneer is het? En hoe kunnen ze zich opgeven? Oké, iedereen kan meedoen, ja. Dus dat wel. Maar we hebben een vaste line-up die we hebben. Okay. Vaste artiesten die we vragen om te komen. En, we hebben wat ruimte voor, een open mic. Waarbij mensen iets kunnen komen doen. Weet je, ze krijgen een paar minuutjes om iets voor te dragen. En dat is mooi. En ook daaruit kunnen we kijken van, Hier is potentie in. Kunnen we je vragen om in de line-up van de volgende De Brunetti te zitten? Dat is mogelijk. En dat kan het voor anything zijn. Oké, maar wanneer? En hoe? Ja, oké. Want je hebt me direct gezegd van, toch kunnen jullie niet meedoen. Want we hebben onze mensen al. Dus jullie mogen komen kijken, maar meedoen. Misschien de volgende keer. Ja, nee. Het meedoen is echt in het open mic gedeelte. Okay. Maar het is op vrijdag 22 maart in Dobro Osso aan de Rooseveltkade 34. Dat is schuin tegenover de brug van de Wulfingstraat. De Wulfingstraat is de straat van On Stage. Ja. Dus dan weet iedereen waar het is. Thuis nog wit? Thuis is nog wit en groen. Is niet te missen. Precies op de hoek van de Julianastraat. En we beginnen om 6 uur is de inlopen en we beginnen om 7 uur. Perfect. We beginnen om 7 uur. Mag ik wat vertellen over de mensen die daar aanwezig zullen zijn? Natuurlijk. De line-up, we hebben Sipora, die gaat zingen. We hebben José Parami, dat is een zanger en een spoken word artiest. We hebben een jonge artiest, Chief. Die gaat bij ons het debuut doen. En we hebben ook een comediant. CBDO gaat wat leuks doen. Mm-hmm. In de trant van Dobro. En wat Dobro heeft betekend voor Suriname. Dus in die zin. En dat wordt het die avond. Oké, perfect. Het is gewoon, iedereen kan gewoon komen. Is het gratis? Of moeten we toch wel betalen? Het is gratis. Als je naar de Dobro page zou gaan op Facebook, kan je registreren tot de 20ste. Ja, that's it. All right. En het begint om, de inloop is van 6 uur. Jullie starten om 7 uur. Om 7 uur. En dat kan doorgaan tot misschien tot 1 uur of 10. En dan hebben we een klein naprogramma. En we hebben een DJ, er is muziek, er is drinken, er is eten. De mensen kunnen dat bij ons verkrijgen. Dus ja. Nou, het klinkt alsof jullie het helemaal voor elkaar al hebben. Ja, sowieso. Zo, maar ben je enthousiast? Ik ben sowieso enthousiast. Mm-hmm. Het is altijd weer een leuk evenement om aan te werken. En om anderen weer happy te maken en iets anders weer te bieden aan het publiek. Nou, ik zou zeggen, heel veel succes. En ik vind het mooi dat jullie na zoveel jaar weer starten om dit nieuw leven in te blazen. En ik denk dat mensen er echt wel naar uitkijken. Thank you. Yes. Gewoon blijven doen. Yes. For having me. Yes. Pleasure. En jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag was Roeto bij ons in de studio en hij had het over de Dobro Nitties, want die zijn terug. Dus als jij op 22 maart niets hebt om te doen, kom naar het Dobro Huis of Dobro Osso, want daar gaat het gewoon weer gebeuren. Als je bekend bent met de Dobro Nights van vroeger, waar alle poetry, spoken word, rap en all the free creative expression of words werd gedaan, dan is dit gewoon helemaal iets voor jou. Je kan je registreren op de Dobro page. Het kan tot 20 maart, anders kan het niet meer, dus je moet gewoon nu direct gaan. En de inloop is op 22 maart om 6 uur. Het evenement staat stipt 7 uur, maar dat heeft Roeto gezegd. Dus kom op tijd en laat jezelf gewoon verrassen. En remember, your time plus my time is cue time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.